always on my mind. Hey allemaal, de school komt er weer aan en daarom heb ik de School Story Tag voor jullie. Deze tag is verzonnen door mijn grootste voorbeeld en degene die ik al langste volg op YouTube en als via blog is Marcia van Beautyglass. En ja, dan moet ik die tag natuurlijk ook gaan doen, hè. Oké, de eerste vraag is, hoe oud ben je en zit je nog op school? Wel, ik ben 20 jaar, ik word bijna 21. En ik zit eigenlijk nog op school, maar het voelt niet zo. Omdat ik heb mijn studies afgemaakt. Ik ben afgestudeerd als kinderverzorgster. En nu ben ik een extra opleiding aan het doen. Maar ik doe dat nu in het volwassen onderwijs. Dus dat is niet hetzelfde als school. Het voelt ook niet echt als school, ook omdat ik het heel graag doe. Maar ik ben eigenlijk nog wel een student. Dus ik volg schoonheidsspecialist. Welk niveau heb je gedaan en welk niveau doe je nu? Wel, ik weet dat het in het Nederland en in België dat er een heel verschil in is. Want ik versta niks van wat jullie zeggen van HB, VO, MO, DO, weet ik veel hoe dat allemaal noemt. Dat is bij ons dus helemaal niet zo. Ik ben begonnen in STW, dat is Sociaal-Technische Wetenschappen. Als ik me niet vergis, heb ik een paar jaar gedaan, toen werd de STV, of andersom, Sociaal-Technische Verzorging, ik weet het niet meer. In ieder geval, dat heb ik heel lang gedaan, daar kreeg ik koken en geschiedenis en dat was redelijk hoog, dat was zo het gemiddelde, de opleiding. En in de derde heb ik herexamens gehad. Ik had het toen al heel moeilijk met die richting en toen heb ik die herexamens gehaald. Ben ik naar het vierde gemogen, maar in het vierde had ik het dus nog moeilijker. En heb ik op het einde een B-attest gekregen. Dat wil zeggen dat je moet zakken of blijven zitten. Toen ben ik naar het BSO gegaan, beroepsonderwijs. Daar deed ik kinderzorg. Ik deed het in het begin helemaal niet graag, omdat je natuurlijk ook bejaarde mensen moet erbij nemen. Dat hoort bij die opleiding. En ik had het daar heel moeilijk mee. Ook al, ik ging graag met de mensen om, maar ik vond de verzorging en zo vond ik vrij zwaar. En ik ben daar gewoon veel te gevoelig voor. Maar bij de kinderen vond ik het dus wel heel erg leuk. Dus ik moest het 2 jaar volhouden en dan kon ik mijn richting kiezen. En heb mij gespecialiseerd in kinderen en heb mijn diploma kinderzorg. Ik was dus wel ook al jaren bezig met beauty en zo. En ik wou dat eigenlijk heel graag doen. Maar op de school waar ik zat, daar kon je dat niet volgen. En daarna was het een beetje te laat, want ik was dan gezakt. En dat was hoger, dus ik kon niet meer terug. Maar toen ik mijn diploma had, besloot ik dat ik nog niet echt wou gaan werken. Ik voelde me nog te jong, ik wist niet wat ik wou doen. En toen zag ik dat je een schoenenspecialist kon doen in dagopleiding. Daar ben ik mee begonnen en daar ben ik nu nog altijd mee bezig. En alles gaat prima, ik vind het heel erg leuk. Echt, dat is echt mijn ding. Vond je school leuk? Wel, ja en nee. Het hing er een beetje van af welke klas ik had. Ik heb hele leuke klassen gehad. Ik heb ook minder leuke klassen gehad. Als er ruzie was, ga je natuurlijk niet graag naar school. Maar voor de rest... Het enige wat ik eigenlijk erg vond aan school is het vroeg opstaan. Ik was wel graag op school bij mijn vriendinnen en ik vond het allemaal wel leuk. Maar ik haat het om 's morgens op te staan. Dat vind ik eigenlijk het ergste aan school. Wat vond je het leukste vak? Wel, ik deed heel graag koken. De kooklessen vond ik altijd heel erg fijn. Ik leerde er enorm veel van. Maakte altijd lekkere dingen klaar. Ik kon proeven. En ik heb daar heel veel van geleerd. Ik had ook een hele leuke leerkracht. Ik had het toen ook op woensdag. Dus woensdag hadden we 4 uur les. En had ik 4 uur koken. Dus dat was, ja, dat was echt ongelooflijk leuk. Dat deed ik heel erg graag. En ook de muziekles vond ik heel erg leuk. Dat we liedjes konden zingen. En tekenen vond ik ook wel leuk. Als we niet de moeilijke dingen moesten doen, dan deed ik dat ook wel graag. Wat vond je het stomste vak? Wel, er waren veel vakken, als ik het niet kon, ja, dan deed ik het niet graag. Gelijk wiskunde was ik heel, heel slecht in. En het verschrikkelijkste vond ik Frans. Ik kon geen Frans, het lukte niet. Als ik dat moet uitspreken, dan moet ik het voorlezen, dan moet ik het nazeggen, dat lukt gewoon niet. En hallo, ja, als we moesten gaan rondjes lopen, vond ik verschrikkelijk. Als we mochten gaan zwemmen, was ik heel erg blij, want dat doe ik heel erg graag. Maar als we moesten lopen, oh, dat haatte ik zo erg. Hoe laat stond je op? Of hoe laat sta je op? Wel, ik sta altijd redelijk vroeg, omdat ik me wel op mijn gemak wil klaarmaken, rustig aan, aankleden. Als ik me 's morgens moet haasten, dan ben ik al de hele dag slechtgezind. Maar ik sta altijd op rond een uur of... Ja, mijn wekker gaat altijd een half uur vroeger, dus pak half zeven. Dat ik om rond 7 uur opsta. Ja, ik heb heel lang nodig om wakker te worden. Ik kan niet direct wekker en opstaan. Dus ik denk rond 7 uur stond ik altijd op. Ja, ongeveer. Ik heb op verschillende scholen gezeten, dus dat hing er ook een beetje van af. Ja, hoe laat. Wat voor schooltas had je? Wel, ik had heel vroeger, had ik in het eerste studiejaar en tweede studiejaar, had ik zo'n hele grote Kipling-boekentas, zo'n beige, zo'n vierkante, ja, een beetje veel te groot. Maar die herinner ik me wel nog heel goed, omdat die zo heel veel vakken had.
En voor de rest heb ik gewoon denk ik, rugzakjes gehad. En de laatste jaren heb ik een Eastpak. Gewoon een donkerblauw heb ik gehad en een zwarte. Die vind ik nog altijd het leukste. Gewoon een Eastpak gewoon op je rug. Want ik vind zo'n schoudertassen, dat is heel mooi en heel leuk. Maar oh my god, als je de hele dag moet sleuren met die boeken, is dat echt niet praktisch. Welke beautyproducten had je in je tas? Wel, ik ben nu nog altijd wel zo dat ik mij 's morgens klaarmaak. En ik neem eigenlijk alleen maar de lipstift mee die ik op heb. Of de lipgloss toen. Dat is het enige wat ik eigenlijk meen. Ik werk me door de dag niet echt bij. Al had ik wel altijd een kam in mijn boekentas. Om mijn haar door de dag eens te borstelen. Dat voelde altijd zo goed. En deo. Dus deodorant. Want ja, het is altijd fijn om je te kunnen opfrissen na de les. Of... Dus ik had altijd een kam bij deo. En dan een soort van lipgloss, lipbalsem. Vaseline heb ik ook in mijn boekentas gehad. En nu de laatste jaren neem ik ook zo'n mini spuitbus parfum mee. Maar dat nam ik vroeger niet mee, maar dat heb ik nu ook wel in mijn tas zitten. Wat voor agenda had je? Wel, wij hadden in school, ik denk dat jullie in Nederland, en ik heb heel veel tekst van jullie gezien, dat jullie allemaal een eigen agenda moesten kopen ofzo. Want jullie hadden allemaal verschillende merken, maar wij kregen dus echt een schoolagenda. Standaard, iedereen hetzelfde. En dat was onze schoolagenda. Daar moesten we alles in noteren en dat moesten we ook laten zien en aftekenen en zo van die dingen allemaal. Dus ik had niet echt een speciale schoolagenda. Al heb ik nu de laatste 4 jaar denk ik wel een aparte agenda. Voor mijn privé dingen en zo. Dat deed ik vroeger niet. Maar dat doe ik nu de laatste 3-4 jaar wel. Ik heb er van Winnie de Pooh gehad. Ik houd er van die schattige, mooie, vrolijke agendas. En niet te groot. Niet van die boeken. Maar zo ongeveer. Vind ik wel leuk. Wat is je grootste schoolblooper? Wel, dat is heel erg grappig. Ik heb er heel veel. Ik heb van alles meegemaakt in mijn schoolcarrière. Maar een van de ergste dingen wat ik me nog heel goed herinner... Ik had een gevecht gefilmd op school. Daar waren 2 jongens aan het vechten en ik had het gefilmd met mijn gsm. Tuurlijk mogen we al geen gsm op de speelplaats, alleen toen mocht dat nog niet. En ja, dan had ik dat op YouTube gezet, want ik had mijn YouTube kanaal. En ik dacht, oh ja, en ik ga kijkers hebben, dit en dat. Dus ik filmde dat en ik zette dat s'avonds op YouTube. Daar werd ongelooflijk veel keer bekeken, want dat ging rond dat er gevochten was en dat dat gefilmd was. Dat was, ja, dat was zeker 6 jaar geleden of zo. En ik merkte echt dat er s'avonds mijn views gingen ongelooflijk snel omhoog. Ik heb ook gehoord dat het in de klasse werd afgespeeld, mijn video. En ik was er heel erg trots op. Tot de directeur mij bij zich riep. Ik werd uit de klas gehaald. En oh my god, ik had al de bibber in mijn benen toen ik door de gang aan het gaan was. En de directeur had gezegd dat dat niet kon, dat dat niet mocht. Dat ik het van YouTube moest afhalen, want anders kreeg ik de politie op mijn dak. En kon ik een hele zware boete krijgen voor schending van privacy. En hij zei dat dat nooit mocht, foto's of video's van een school online zetten. Maar ja... Daar had ik dus totaal niet bij stilgestaan, niet bij nagedacht. Ja, ik was nog jong, daar denk je niet bij na. En toen heb ik s'avonds die video offline moeten halen. En de dag daarna riep de directeur heel de school bij elkaar in zo'n hele grote eetzaal. En daar was zo'n balkon aan en hij stond dan op dat balkon, op dat verhoog. En heel de school zat in die eetzaal. En toen werd er heel, heel hard afgeroepen, ja, zoals jullie misschien weten, is er een gevecht gefilmd en op internet geplaatst. En iedereen keek naar mij. Ik stond daar echt van, oh my god, dit meent je niet. Ja, toen heeft dus aan heel de school verteld dat zoiets niet kon, dat het zoiets niet mag. En dat ze daar heel streng op zullen zijn in het vervolg. Dus dat was wel echt een blooper, oh my god. Maar het is wel iets wat ik me nog heel goed herinner. Wat deed je als de les saai was? Wel, ik was echt een babbelkous. Ik was zo'n gicheltrin. Ik zat altijd met mijn vriendinnen te lachen. Of ik haalde van die gekke stunten uit, gelijk over de grond kruipen. En dan briefjes gooien, vliegtuigjes maken. Zo van die dingen. En als ik dan echt stil moest zijn, dan kleurde ik in mijn boeken. Of dan schreef ik dingen bovenaan. Ik heb ook soms een periode gehad dat ik de mooiste zinnen uit een songtekst ging opschrijven. Dus ik had een heel blad met allemaal mooie zinnen van liedjes. En dan versierde ik dat en zo. Dat vond ik ook wel heel erg fijn. Dus zo van die dingen deed ik dan. Wie was je favoriete leraar en waarom? Wel, ik heb denk ik elk jaar al een leraar gehad. Of een leerkracht. Die ik heel erg leuk vond. Er was altijd wel iemand. Ofwel was het die van koken of van huishoudkunde. Of die van geschiedenis. Of er was altijd wel 1 leerkracht die ik heel erg fantastisch leuk vond. Dus ik, ja, het zijn er te veel om op te noemen. Maar welke leerkrachten ik echt bij mij zijn gebleven, zijn de leerkrachten van huishoudkunde. Die heb ik een aantal jaren gehad en die heeft mij zoveel geleerd. Dus die heb ik nog heel, heel goed in mijn herinnering. En ik heb dan nu, mijn leerkracht is echt fantastisch. Ik heb een hele, hele lieve, goede leerkracht.
die me heel veel dingen leert. En die is ook geïnteresseerd in beauty en zo. Dus hoe goed kun je het hebben? Het is eigenlijk meer een vriendin dan een leerkracht. Maar ja, haar vind ik dus ook echt geweldig. Vertel een leuk verhaal wat je hebt meegemaakt op school. Wel, ik heb een heel erg leuk verhaal. We hadden een... Ik heb heel veel leuke verhalen, maar ik zal er één vertellen. We hadden een chemielokaal. We kregen chemie en fysica. En we hadden daar een hele jonge leerkracht voor. Dat is niet zo lang afgestudeerd. En we vonden het nogal leuk om die een beetje te plagen. En niet erg hoor, maar gewoon een beetje gek doen en zo. En er hing zo een veiligheidsdouche in dat lokaal. Want als je iets moest chemisch overkrijgen, moest je onder die douche gaan staan. Maar dat is alleen maar een noodgevallen. En we waren aan het discussiëren in de klas of er echt water uit zou komen, ja of nee. En toen heeft iemand van mijn klas, een vriendin van mij, heeft aan de hendel getrokken. En oh my god, het water spoelt door heel het lokaal. Die douche, die ging kei fel. Iedereen was in paniek, we kregen dat niet uitgezet. Heel het lokaal onder water, wij aan het lachen. De leerkracht was een beetje kwaad, maar ik zag ook ergens een lach. Het was gewoon hilarisch. Gewoon in de klas, die douche, alles onder water. En daarna zetten we de klas en de gang te dweilen. Dat was best wel grappig. Ja, echt een leuk verhaal. En dan de laatste vraag, wat ben ik uiteindelijk geworden? Wel, ik ben kinderverzorgster, daar ben ik heel erg trots op, dat diploma heb ik. Ik hoop dat ik na december kan zeggen dat ik ook schoonheidsspecialist ben geworden en dat ik mijn bedrijfsbeheer heb. Wat ben ik nog geworden? Ik ben een YouTuber geworden. Ik ben al ongeveer 7 jaar heb ik dit kanaal. En ik ben altijd video's blijven maken. Soms wat minder, soms wat meer. Nu de laatste jaren ben ik vrij intensief bezig. Ik ben een YouTuber geworden. En dat heeft te maken met mijn leven. En wat ik allemaal doe en zo. En dus dat is het een beetje. Ik heb een hele hoop herinneringen aan school. Voor degenen die nog maar pas beginnen of naar een nieuwe school gaan. Het komt allemaal goed. Ik ben ook zelf... Ik heb 9 scholen of zo gezeten. Niet omdat ik stout was of dat ik werd weggestuurd, maar gewoon verhuisd. En dan kon je dat daar doen. En ik ben een beetje overal geweest. Ik was altijd de nieuwe. Maar alles komt goed. Echt, er zijn overal in elke school wel mensen die je leuk vindt. En ja, ik werd overal vrij snel geaccepteerd. En dus dat komt allemaal wel goed. Dus dat was mijn tag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als jullie meer video's willen zien. En veel succes aan het nieuwe schooljaar. En tot de volgende video. Doei!